bouwveld nu gaan aanleggen. Waarschijnlijk gaat het Nederlands team daar ook een bankfles zetten. Hier over. Nou, het mag wel, maar het grappige is dat in Londen, de Olympische Spelen volgend jaar, gaat ook op een blauw veld gespeeld worden. En daar liggen er maar een aantal van in de wereld. En wij zijn een van de eerste. Dat is heel bijzonder. Dat is heel iets heel bijzonders. Spelen jullie ook wel als wedstrijd? Ja. Nou, ik niet. Het is de helft niet, hè? Oh, ja, er zijn ongetwijfeld als wij een paar teams landen bij ons, dus die doen dat wel, maar ik niet. Nee, want waren meeste spelen in Noord-Holland. Natuurlijk, dat is dan weer Zuid-Holland. Om 2 uur is er weer. Nou, ik wil wat je wilde zeggen. Want je zo. Je vindt het leuk? Nou, dat is goed. Dat is mooi. En dan moet je ook even vertellen wie jou vergelijken. Maar je daar nog een beetje nog twee uur in Ah, Constantijn, die ken ik. Constantijn Klein, dat is een zoon van de voorzitter. Hij woont bij mij achter in de straat. Nou, hij heeft ook nog een broertje en een zusje en die ben er ook op. Dus het is, gaat helemaal goed. Welke school zit jij? Wilgen, wat is het hier ook? Koningin. Weet je, deze kant, hè? Ja, precies. En op de bus. Ja, leuk man. Nou, weet je wat we kunnen doen? Want we hebben nu, als je lid wordt, dan krijg je een stick. Een gratis stick. En niet zo oude natuurlijk, maar een hele nieuwe. En dan kun je dit even meenemen. Dan kan je wat dingetjes lezen over. En een inschrijfformulier. Gewoon als je echt denkt, dat gaat wat worden. Dan is het een kwestie van invullen en opsturen. En dan gaat het helemaal goed. Of je komt nog een keertje kijken op woensdag. Ja, hoe oud ben je? 8. Als je net 8 geworden, dus hadden we het daar net over dat je even wat vuurboelflesjes komt doen. Ja, dat kan altijd. Ja. Gewoon eens even te kijken. Neem je die ook mee? Nee, dat ook. Is dat hier een telefoonnummer ook op? Maar kan je zeg maar hier, want in de maaike, ja. Zijn het in los? Kan je hier al inschrijven voor 4 proeflesjes om gewoon eens even te kijken van wat zeker. Maar hier heb je ook een telefoonnummer. Oké. Hockeyclub De Reigers. Jullie zijn nu op de sportfair aanwezig. Ja. Hoe groot is jullie vereniging? De vereniging is nu 900 leden groot. En we zitten in het Hoofddorp Oost, vlakbij het Annobelspark. Hoofddorp Oost, vlakbij het Annobelspark. En wat is de leeftijdscategorie? Iedereen kan hockeyen van 5 tot 80. Mm-hmm. Dus van 5 de Benjamins tot 80 trimhockey of recreantenhockey. Oké, dus dat is allemaal mogelijk? Ja, dat is allemaal mogelijk. Ja. En op welk niveau? Heb je ook nog topsporters? We noemen dat hockey op maat. We hebben zowel topsport, dus alle 1 categorieën, de A1, heren 1, dames 1 en de D1, maar ook breedte sport. Oké, dus dat is echt heel veel mogelijk. Ja, heel veel mogelijk bij De Reigers. Alles is mogelijk. En ook recreanten die eigenlijk nooit gehockeyd hebben, die gaan op maandagavond trimhockey doen. Vaak ouders of andere mensen die het gewoon leuk vinden om een potje te hockeyen. Oké, want ik kan me ook zo voorstellen dat met 900 leden dat planning van lessen en trainingen dat heel wat tijd vergt. Ja. Is het elke dag bij jullie dat je aanwezig kan zijn? Of? Ja, de meeste leden die trainen 2 keer per week. Uh-huh. En sommige teams trainen 3 keer per week. Er zijn ook teams die 1 keer per week trainen, maar de meeste trainen 2 keer per week, 1,5 uur. Okay. En het is inderdaad heel geregeld, maar we hebben heel veel enthousiaste vrijwilligers voor. Die een perfecte trainingsschema in elkaar zetten. We hebben leden zelf die training geven, mensen van buiten die training geven. Dus wat dat betreft wel ook een heel betrokken vereniging. Een hele betrokken vereniging, ja. De heren 1 en dames 1 die geven ook weer training. Degene die in de top zitten, die geven ook weer training aan de jongste jeugd. Zo hou je ook weer feeling met je club natuurlijk. Ja, absoluut. En andere activiteiten, buiten alleen het trainen, want nu is het natuurlijk zomerreces. Ja, door de week, nu is het zomerreces. We spelen vanaf september tot en met december het seizoen. Mm-hmm. Dan gaan we de zaal in. Ja. En vervolgens spelen we weer van februari tot eind mei het veldseizoen af. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de basisactiviteiten van de hockeyvereniging. Oké, en hebben jullie ook nog echte talenten binnen de vereniging? Ja, we hebben heel veel talent in de vereniging. In de hoofdklasse zijn in Amsterdam bijvoorbeeld speelt Pruiser, die heeft bij De Reigers gespeeld. Okay. Dennis Warmerdam, die bij Pinoquet speelt, komt van De Reigers. Maar bijvoorbeeld ook heel dicht bij huis, de jongens D1. Mm-hmm. Die is net Nederlands kampioen geworden. Kijk. En dat is hartstikke mooi. De hele jeugd speelt heel erg goed en heel erg hoog. En dat is hartstikke leuk voor een vereniging. Ja.
heel interessant. En daarnaast krijgen we per einde van de zomer, dus in eind augustus, krijgen we een nieuw waterveld. Mm-hmm. En dat wordt een blauw veld. En dat is uniek in Nederland. Zoiets hoorde ik net al bij de stand, ja. Dat blauw veld. Ja. Er zijn er maar een paar van in de wereld, begreep Klopt. Ik. Ja, het eerste was in Valencia. En dat heb ik gezien. Ik ben oud internationaal scheidsrechter. Uh-huh. En toen ik dat zag, dacht ik, hé, dat moeten wij hier ook hebben. En laat nou toeval zijn, of misschien geen toeval, dat de Olympische Spelen ook op een blauw veld gespeeld worden. Straks in 2012 Londen wordt op een blauw veld gespeeld. Dus het Nederlands team moet maar bij jullie komen. Ja, het Nederlands team heeft wel aangegeven dat ze in november heel graag bij ons willen komen trainen. Kijk, ja. Dat zijn leuke dingen. Dus we zullen ook gaan kijken of we nog een vierlanden toernooi kunnen organiseren naar Londen 2012 toe. Mm-hmm. Dat is natuurlijk hartstikke leuk voor de leden om en natuurlijk de Haarlemmermeer om ook dat te gaan bezoeken. Ja, precies. Nou. En hoe lang sport u zelf al? Hoe lang ik sport u zelf ook al sinds mijn achtste. Mm-hmm. En ook eigenlijk altijd gehockeyd. Dus, en nu doen mijn kinderen het ook weer. Dus het is echt een hele familie. Hele trouwe hockeyfamilie. Ja, hele hockeyfamilie. Zelf via mijn ouders. Nu hockey mijn kinderen weer. En zo zie je het heel vaak weer hockey. Dat, dat het van generatie op generatie overgaat. Inderdaad. En wat vindt u van het concept Sportfair? Ik vind het een geweldig concept. Het is natuurlijk voor het eerst dat het hier in de Haarlemmermeer georganiseerd is. Ja. Maar ik heb heel veel enthousiaste ouders en kinderen zien langskomen. En, we boffen natuurlijk enorm met het weer. Maar ja. Los daarvan vind ik het een zeer goed concept. Zeker omdat we iedereen aan het bewegen willen krijgen in Nederland. Ja. Vanuit de Olympische gedachte. Niet alleen Olympische Spelen, maar ook gewoon meer mensen aan het bewegen krijgen. Een super goede initiatief. Ja, nou en ik zag net ook al een kindje die bij jullie een inschrijfformulier kwam halen. Ja. Verwachten jullie veel nieuwe leden van vandaag? Ja, we verwachten best wel veel. Ik hoor ook al heel veel leden die, of potentiële leden die hebben ingeschreven. En ze krijgen een gratis stick als ze zich inschrijven. Dus wellicht helpt dat ook nog een beetje. Inderdaad. Maar ik heb heel veel mensen gehoord die zeggen, waar kan ik inschrijven? Dus goed nieuws voor de vereniging. Inderdaad. Nou, heel veel succes nog vandaag. Ja, en bedankt voor het interview. Oké, graag gedaan.